super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een room decor video voor jullie. In deze video ga ik laten zien wat je met IKEA materialen kan doen. Ik was een tijdje geleden bij de IKEA en ik was een beetje rond aan het kijken. En toen zag ik een aantal items en toen dacht ik, hey, daar kan ik iets leuks mee doen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de room decor, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog. En laat hieronder in de reacties achter wat jouw favoriete item uit jouw kamer is. En misschien is dat wel moeilijk om te omschrijven. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jouw favoriete item uit je kamer is. Ik vind het heel erg lastig. Ik vind deze muur hier achter mij gewoon heel erg leuk. Ja, laten we maar gaan beginnen met de room decors. Het eerste item wat ik ga gebruiken is oorspronkelijk een vaccinelichthouder. Maar naast dat je het kan gebruiken als vaccinelichthouder, kan je het ook gebruiken als plantenpotje. IKEA item dat ik ga gebruiken is een pennenbakje. En een pennenbakje is blijkbaar heel multifunctioneel. Je kan het gebruiken voor je pennen, maar je kan het ook als plantenhouder gebruiken. Nu heb ik ervoor gekozen om alleen maar neppe planten te hebben, want ik ben zo slecht in het verzorgen van planten. Maar dat kan je ermee doen. Ik had niet één, maar twee pennenbakjes. Dus ik heb mijn tweede pennenbakje gebruikt voor mijn make-up kwasten. En zoals je kan zien, staat dat heel mooi achter mij. Dan zag ik iets wat oorspronkelijk bedoeld is voor in je kledingkast. Je kan er namelijk iets erin ophangen, zoals sjaals, riemen of andere kledingstukken. Maar ik dacht, hey, ik kan hier ook een soort van foto/memo-bord van maken. Dus dat heb ik ermee gedaan. En wat je straks te zien krijgt, is dat ik gekleurde wasknijpers gebruik en neutrale wasknijpers. Het ligt ook helemaal aan je stijl wat je mooier vindt, maar ik vond de neutrale uiteindelijk toch wel een stuk beter bij mijn kamer passen. Dan moet ik jullie eerlijk toegeven dat de volgende room decor mijn favoriet is. Het is namelijk een prikbord. En deze prikbord heb ik gemaakt door middel van onderzetters. Pannenonderzetters om precies te zijn. En ik heb touw gebruikt. Alleen dat touw komt niet van de IKEA, maar van de Action.
dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item. En dat is een dienblad. Toen ik dit aan het maken was, dacht ik dat het zou mislukken. Want ik was maar een beetje aan het improviseren. Maar uiteindelijk is het toch best wel mooi geworden. En dat waren alle roomdecor ideetjes die ik vandaag met jullie wilde delen. Zoals ik al had gezegd, was mijn favoriete roomdecor mijn prikbord. Ik vind hem super leuk. Hij hangt gewoon oprecht in mijn kamer. Ik kijk er nu naar. Dus dat maakt me ook super blij. En eigenlijk alles wat ik nu heb gedaan ligt, hangt, zit in mijn kamer. Ik ben ook benieuwd wat jouw favoriete roomdecor uit deze video was. Mocht je dit vaker willen zien, laat het dan ook vooral weten. Misschien heb je specifieke aanvragen. Dat kan natuurlijk ook. Ik sta open voor al jullie suggesties. En ja, mocht je een van deze roomdecors ook nu in je kamer hebben. Of iets anders leuks hebben gemaakt. Laat het dan ook weten. Ik vraag echt heel veel van jullie. Maar ik ben gewoon super nieuwsgierig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!